Ik heb ook even de documentaire van jou gekeken. En er komt in terug, het is alles of niet vaak. Mm-hmm. Gewoon, je wilt of heel goed doen of niet. Dus is die mentaliteit, weet je waar die vandaan komt? Ja, ik denk ook juist daarin, denk ik, je wil gewoon het beste laten zien. En je wil iedereen wil winnen. En dan niet van binnen winnen, maar voor jezelf, weet je wel. Dat. Oké. Okay. Nee, want er kwam ook een stukje in terug dat je noemt het, dat je iets te bewijzen had. Dus was dat dan vooral voor jezelf? Voor mezelf, maar ook denk naar, vooral ook naar anderen. Want ik weet wel, ik ben wel opgegroeid, zeg maar. Muziek is toch meer een hobby, zeg maar. En ik had wel zoiets van, ik wou mensen wel laten zien van, nee, weet je wel, die kun je, als je echt iets wil, dan kan je het. En dat, maar ik denk ook, het is bewijzen van, het was voor mij, het is voor mij altijd een manier geweest om een soort van te communiceren. Eerst voor mezelf en later voor naar buiten. En ik vond het ook heel belangrijk dat mensen nou eindelijk eens een keer konden zien waar het vandaan komt en wat het is. Op die manier. Heb je dan nu ook het idee dat en het hoeft niet per se mensen in jouw directe omgeving te zijn, maar dat mensen jou iets meer begrijpen nu de muziek er is? Ja, heel erg. Ik denk dat het heel veel goeds heeft gedaan, mijn muziek. Voor mijn eigen, maar ook voor mijn familie. Ik denk dat mijn familie wel in het verleden moeite heeft gehad om mij te begrijpen, mijn ouders ook. Maar nu weten ze wel, nu is dat eigenlijk soort van wel heel duidelijk. Okay. En mensen ook die zeggen van, dat ze het wel begrijpen. Ja, ik kan het niet uitleggen, maar wel. Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Ja. Want ja, dat zijn natuurlijk allemaal, laten we dan doorgaan naar het album. Het zijn natuurlijk wat je eerder al noemde, zijn vrij persoonlijke nummers. Mm-hmm. Wat was het eerste nummer hiervan dat op de plaat is gekomen dat je schreef? Dat ik schreef? Ik denk dat My Love is geweest. Okay. Ja. En weet je nog waar dat vandaan kwam? Waar kwam het van? Ja, dat weet ik zeker. Dat was ook echt in een beginfase van wat ik zei, nou ga ik voor de muziek en ga ik er 100% voor. Daar gaat het nummer ook over. My Love is mijn muziek en daar ga ik 100% voor. En ik laat me niet afleiden door vriendjes of door feestjes of door mensen die demotiverend zijn. Ik moet daar gewoon nu gaan doen. En je hebt toen iemand gevonden die juist heel motiverend voor je was, ja. in Oscar Holleman. Klopt. Weet je nog, of kun je herinneren jullie eerste ontmoeting, wat je van hem dacht? Ja, nou ik vond het een hele, het is een hele persoonlijkheid. Dus ik had wel toen ik binnenkwam meteen zoiets van, weet je wel, dat is niet de huistuin- en keukenproducer die daar zit. Maar ik voelde me wel meteen thuis, maar begrepen en ik voelde ook dat er commitment was. Een commitment die ik eigenlijk maar zelden tegenkwam. En want volgens mij komt dit ook weer terug in die documentaire, maar was dit iets dat moeilijk was om te vinden, dat mensen je wilden helpen? Of ja, heel moeilijk. Ik denk dat heel veel mensen mij niet begrepen. Maar ook op de een of andere manier door mijn situatie, ik bedoel, ik ben niet de makkelijkste persoon, daar een beetje van terugdeinzen en dan niet zien wat erin zit, zeg maar. En Oscar die had dat wel. En voor mij was het heel belangrijk om die ene persoon te vinden die daar met mij, zeg maar, dat gevecht aan wou gaan. En had je toen al een beeld, toen jij hem ontmoette, van hoe jouw album eruit moest gaan zien? Nee, ik had wel zoiets van, hier wil ik naartoe. Maar de inhoud, uiteindelijk wel een beetje natuurlijk. Maar het is ook een soort van avontuur waar je instapt. En dat brengt je naar Amerika, naar Cuba, naar Londen, naar Berlijn, weet ik veel. En overal heb je weer nieuwe, zijn er weer nieuwe dingen waar je over kan schrijven. Maar de grote lijnen van dit is Sharon, ik heb al tegen mezelf gezegd, het moet altijd eerlijk zijn. Het moet bij mijzelf bij mezelf blijven. En dat heb ik wel altijd
met die gedachte ben ik wel het album gaan maken. Ja, zoals we eerder hadden genoemd, dat maakt het wel vrij persoonlijk. Ja. Dus waren er bijvoorbeeld nummers die moeilijk waren om te schrijven? Of moeilijk om... Er waren wel wat een aantal nummers die wel persoonlijk waren. Ik heb bijvoorbeeld een nummer geschreven van mijn vader die ik nooit heb gekend. Dat vond ik... Dat was een heel ding om dat een plekje te geven in principe. Want inderdaad, wat zette je aan om dat nummer dan te schrijven? Omdat ik wou het een plek geven. Je voelt je altijd een beetje... Uiteindelijk werd er ook nooit veel over gesproken. En ik had zoiets van, het is nou eenmaal zo. Dit is wat ik voel. En ik wou ook... Ik ken hem niet. Dus ik wou ook mijn verhaal. Weet je wel hoe ik mij daarover voel. En om dat te doen, dat was moeilijk. Maar het is wel een soort van... zo van, niet een relief. Maar het heeft nou wel een plek. Zoals we in het begin zeiden van nu kun je het... Nu kan ik het, dan kan ik het ergens neerzetten en dan is het daar. En dan kan ik ook mee leren dealen. En het album heet 50 Shades of Black. Mm-hmm. Je hebt een nummer met dezelfde titel. Ja. Van waar die titel? Nou, ik vond het wel grappig, want zwart heeft eigenlijk geen shades. Heeft geen andere kleuren, maar ik vind wel als ik terugdenk over mezelf, als ik in een donkere periode zit, dan zijn er wel zeker meer donkere kleuren. Dus dan, je kan je kut voelen, maar je kan je nog kutter voelen. En je kan je kut voelen en verdrietig erbij, weet je wel. Of je vervelend voelen en verdrietig. Mm. En dus vanuit daar ben ik gaan denken, 50 Shades of Black. Dat vind ik wel iets moois, want het kan eigenlijk niet, maar het bestaat wel. En één ding wat me ook opviel in de documentaire was dat op een gegeven moment zijn jullie bezig met een nummer en dan zeggen we, misschien moeten we toch iets optimistischer maken. Ja. Was dat echt een doel of heb je uiteindelijk gewoon, zoals je zegt, gewoon wat eruit kwam? Dat... Uiteindelijk moet je het wel enigszins behapbaar op tafel leggen. Ik denk dat we er allebei het beste uit willen halen en ik denk ook... Het is wel persoonlijk, maar mensen moeten er ook wel uiteindelijk ook hun verhaal in kunnen stoppen. En als ik het te persoonlijk naar mij toe trek, dan de enige die er dan misschien iets aan heeft, ben ik dan zelf. En dat is ook niet mijn doel, zeg maar. Als laatste dan, je noemde je net 2 weken vakantie gehad. Ja. En je hebt even kunnen reflecteren op de laatste 2 jaar. Hoe zie je nu de toekomst dan? De toekomst, ja. Zou je bijvoorbeeld ooit een heel vrolijk liedje schrijven? Nou, een heel vrolijk nummer. Ja, zou kunnen, maar er zal er nog steeds wel iets van negatief. Of, ik wil het niet negatief noemen, maar wat donkerder of melancholisch. Of, er moet altijd een soort van de contrast zitten in een nummer. Zoals eigenlijk in het leven ook is. Ik bedoel, het zijn leuke dagen, zijn minder leuke dagen. Maar... ik hoop dat ik nog heel veel albums mag schrijven. En ik hoop dat ik nog dat ik eigenlijk de wereld over mag met mijn muziek. Dat zou heel tof zijn. Dat zou ik in de toekomst wel willen. Oké, ik wens je het allerbeste. Dankjewel. Dankjewel.